Video. Mijn naam is Switch en vandaag sta ik weer terug bij mijn bureau met deze lamp waar we dus aan verder gingen werken. Ik heb namelijk hier mijn aftakdoos en de schakelaar die hierop worden gemonteerd. Ik zei namelijk in de vorige video dat ik ze hieronder zou willen hebben, maar het lijkt me geen goed idee aangezien ik hieronder een schuif wil hebben die open gaat en toe gaat. Hè, logisch. Voor deze gaan we een ander plekje moeten verzinnen, maar waar, dat weet ik nog niet zo goed. Ik heb mijn dakskader hier gelegd, want achter mij is alle plaats ingenomen door iemand anders. Maar dat kan geen kwaad, want hier hebben we plaats genoeg. En ik moet namelijk nog al deze rommel... het is van een dakse, nooit rommel. Hè. Hieronder kwijt of zo, dus onder de schuif dan. Maar dat komt wel in orde, want de schuif wordt niet 3 meter diep of zo. Hij is toch geen meter diep of zo. Dus nu even dit zoeken, een plaatje voor deze schakelaar. Het is een hydro, dus het is waterdicht. Het heeft een rubberen afdichting hier aan de zijkant. Als het even scherp wilt stellen, voilà. Het heeft een rubberen afdichting. Dus nu nog een plekje verzinnen. Ik denk toch wel ergens hier. Maar stel ik ben op mijn bank iets aan het werk, dan komt het er misschien tegen of zo, maar dat weet ik niet. Dus ik kan nog gewoon een plekje verzinnen. En als ik aan de slag ga met de buizen te snijden, te zagen, snijden, ja. En met die te monteren allemaal, dan maak ik wel een time-lapse voor jullie. Dus blijf zeker kijken, geef al die like en vergeet niet te abonneren en deel deze video met al je vrienden. Oké, jongens en meisjes, hangt dus nog niet vast, maar dit wordt dus de plek. Hij hangt wel vast, maar niet. Nee, je snapt het wel. Maar dus dit wordt dan de plek, dus als ik hier aan werk en zo, kan ik er ook gewoon makkelijk aan in plaats van het hieronder te verstoppen. Dus dat wordt op en dan gaan we subiet nog die buizen. Deze is natuurlijk te kort, maar ik heb langere. Die kunnen we ook afzagen dan. Hier is de zaag namelijk. En dan kunnen we zo hier de aftak dan doos plaatsen naar beneden. Yep. Hierin en dan terug uit. Dus dat komt helemaal in op. En zoals jullie hier kunnen zien, heb ik van die oude buizenklemmetjes. Ik ga eerst kijken of ze erop passen en dan kunnen we ze direct gebruiken. Op zich zijn ze wel iets te groot. Ik ga even laten tonen. Als we dit erin hebben. Zie je, dan kan je nog steeds bewegen. En dat is niet echt de bedoeling van een buizenklem. Logisch is. Hè. Maar het is beter dan niks. En voor momenteel kan ik deze wel erop zetten. Want het houdt ook gewoon recht. Hè. Dus, snap je? Maar dan ga ik dus deze even gebruiken. En ga ik voor op een later moment andere zoeken die er wel echt om passen. Dus ja. We moeten het doen met wat we hebben. Nu merk ik toch wel iets op hier. Hè. Ik wil deze dus gaan vastmaken. Helemaal mooi. Dus ik zet ze gewoon recht tegen dat dingetje. Want als deze plank recht staat, dan is deze dan ook natuurlijk recht. En dan iets naar beneden schuiven. Op gevoel zo. Snap je? Dat er zoiets tussen zit of zo. Maar dan wil ik ze vastvijzen. En zie ik dat hier gewoon geen gaten doorzitten. Snap je? En ik heb deze wel. Maar dat zijn van deze bevestiging dingetjes. Dus... eventjes iets moeten zoeken voor dat. I found it. Kijk, je moet deze gaatjes gewoon uitkloppen. Dat moet je ook namelijk met deze gaatjes doen. Zoals je hier kan zien, deze moet je ook gewoon uitkloppen. Dan heb je geen ingang. Maar je moet dat niet doen als je die ingang niet gaat gebruiken. Hè. Dus we gaan het nu gebruiken. En dan komt het in orde. Dus deze gaatjes gaan we gewoon uitslagen. En we hebben hier goede muziek op staan. Sloppie. Hey. Dus laten we verder werken.
We gaan het dus op een andere manier doen. Niet omdat het niet gaat of zo. Vooral niet voor dat. Maar we gaan het op een andere manier doen. Dus we gaan gewoon direct hierin dan aftakken. Maar dan zitten we met een probleem van deze hier. Hoe gaan we dit dan doen? Want dit kunnen we moeilijk aansluiten in een buis. Wat zal het leven toch zijn zonder problemen? Dus daar ga ik nog even over, hoe dat ze ook zeggen, brainstormen. En dan kom ik later terug bij jullie. Oké, dit is nu aangesloten aan deze kabel die naar het stopcontact gaat. Die later dan hierin komt. En dan gaan we nu nog deze buizen aanmaken. En dan ga ik deze kabel door de buizen doortrekken. Zodat we dan een verbinding daar krijgen. En dan doen we dit gewoon later. Aftakdoos gaan we dan later monteren. Dus, dan gaan we dat dan doen. En dan gaan jullie nu terug timelapsjes kunnen zien. Oké, dus dit is heel slecht gefixt, maar het is een tijdelijke oplossing. Hopelijk staat hij ook wel een beetje recht. Ik vind dat een boel recht staat. Alhoewel dat hem op het einde misschien wat minder zit, maar het kan ook dat deze plank gewoon niet recht staat. Maar ja, jullie denken waarschijnlijk dat dit een excuus is. Maar, dus daar komt dan de eerste ingang, dus die kabel die op de grond zit. Daar komt hij dan naartoe. Dan nog een klein buisje naar boven maken en dan kan ik daar stoppen en kan ik gewoon mijn losse kabel in het stopcontact steken of daar laten opgerold blijven. En dan maak ik nog een tweede buis daaronder direct aan. En die gaat dan wel naar de lamp. Dus dat ga je ook nog zien. Dus dat ga ik even achter de schermen doen. Zodat het niet altijd timelapse zijn. Want ik weet niet of jullie dat graag hebben of niet. Laat het weten in de comments. En dan ga ik jullie straks het eindresultaat doen. Of een tussenresultaat. Als er probleempjes zich voordoen. Hey. Oké, jongens. Geen probleem. Maar een uitslag dus. Geen uitslag of zo. Maar ik bedoel. We hebben de buizen dus allemaal gemonteerd. Dus zo komt het te staan. En daar stopt, dus daar heb je dan een losse kabel. Kan je nog in een ander stopcontact steken, moest het ooit vervangen worden. Zo, dit systeem hier, ja. Dit ziet er wel mooi uit. Ik heb hier wel geen tussenstuk om deze bocht te verbinden. Zoals je hier kan zien, dat zal ook gewoon met de kabel zelf worden. Dus geen buis ertussen. En dan ga ik daar die kabeltjes verbinden met de draad die er uiteindelijk uitkomt. En ga ik die eventjes gewoon zo laten, want ik heb geen ander systeem. Dus ja, nog momenteel niet. Dus daar gaan we nog aan werken en dan zie ik jullie bij het eindresultaat. Oké, jongens en meisjes, zoals jullie zien, het is hier een zootje. Een echt rommelig, maar maakt niet uit, want het resultaat is er. En ik ben benieuwd of het gaat werken, want dat is een tijdje geleden dat ik iets van qua elektrisch heb aangesloten. Allee, behalve dit, maar dat was nu echt niet moeilijk, dat was gewoon blauw, rood. Maar in dit geval heb je dus zwart, maar dat maakt niet uit, want dat dient als rood als fase. En dan gaan we die nu aansluiten. Ik heb hier het stopcontact. We gaan de iPhone-oplader eruit trekken. Dan eens proberen. En dan gaan we hem nu eens aanproberen doen. En het werkt, mensen. Jullie zien dit pinker, maar in echt is het niet aan het pinkeren. Dus. Oké, is dit dus ook opgelost. En dan gaan we het nu proper maken, maar dat is makkelijk gedaan. Hè. Allee, we gaan weer het YouTube-magietje gebruiken. 3, 2, 1. Voilà, mensen. Het is weer opgeruimd en dit was ook het einde van deze aflevering. Er is dus heel wat gebeurd. Dit is de tweede aflevering van mijn werkplaats creëren. En zoals je kan zien, we hebben al een resultaat. We hebben het licht al. Volgende keer gaan we verder werken aan een schuif hieronder. Die ongeveer zo diep zal worden of zoiets. Zodat je er echt veel gereedschap in weg kan. En zodat deze bak ook weg kunnen. Zodat we al deze gereedschap in die schuif kunnen leggen. Natuurlijk niet alles. Maar toch minstens twee bakken weg of zo. Dus dat gaan we volgende keer doen. Vonden jullie deze video leuk? Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn YouTube kanaal Switch. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao!